In de week van 12 mei werden Bosnië en Servië geteisterd door zware regenval. Met als gevolg de grootste watersnoodramp ooit in dit gebied. Boudewijn, jij kwam precies in deze periode daar ook aan, hè, in Bosnië. Dit was ook nog het begin trouwens, wat je net zag. Ja. We zagen inderdaad al wat beelden, maar wat trof je daar aan? Nou, in het begin dus dit. Dat de wegen nog wel een klein beetje begaanbaar waren. De huizen wel onder water, maar nog niet zo heel ernstig veel. Maar in de loop van de dagen werd het water steeds hoger. En ook steeds meer wegen onbereikbaar of wegen gewoon weggeslagen. Huizen die tot aan de eerste verdieping onder water staan, modderstromen, allemaal stenen over de weg. Dus die bergen die komen langzamerhand ook naar beneden toe. Ja, gewoon een ene grote chaos daar. Ja, wat betekent dat voor de inwoners daar? Wat heb jij gezien? Wat heb je mensen gesproken? We hebben mensen gesproken. Kijk, wat vooral voor die mensen daar is, dat de oorlog voor hun is natuurlijk nog niet zo heel lang geleden afgelopen. En ze zitten daar echt nog in de opbouw. Mensen zijn nog echt bezig om weer hun eigen leven een beetje op gang te krijgen. En in een paar dagen tijd is hun hele hebben houden gewoon weer weggespoeld. Ja. Mensen die jaren in vluchtelingenkampen hebben gewoond na de oorlog. En sinds een aantal jaar dus weer terug zijn in hun oude plek. En nu weer alles kwijt zijn. En gewoon weer terug kunnen naar die vluchtelingenkampen. Ja. Omdat ze gewoon niet meer in huis kunnen wonen. Even voor mijn beeld. Een paar weken geleden, waarom was jij daar? Ik wou mijn vriendin laten zien wat Bosnië met mij doet. Met mijn leven. We hebben er natuurlijk heel veel over. Ik spreek heel veel collega's. En we hebben er gewoon heel veel over, dus ik wou haar het gebied laten zien. Een vriend van mij wou zijn zoon... Vanwege het feit dat je oud-Dutchbatter bent, hè? Dat moeten we er misschien even bij zeggen. Ja. En een vriend van mij wou zijn zoon graag laten zien waar hij had gezeten, dus daarvoor gingen we erheen. En we hebben al een stichting om mensen die na de oorlog niet geholpen zijn, om die een klein beetje te steunen. En daarvoor was ik er ook om een nieuw project uit te zoeken. Maar ja, dat is door het water is dat... Moet dat een heel groot project worden eigenlijk? Dit wordt dan een heel groot project. Ja. Maar er zijn echt duizenden mensen die daar gewoon problemen mee hebben op dit moment. Ja. Nou, laten we nog heel eventjes teruggaan in de tijd. Want in 1995 was jij als Dutchbatter gestationeerd in de enclave Srebrenica. We kijken even naar een stukje daarvan. Het is juli 1995. Dutchbat 3 heeft de taak om de moslim-enclave Srebrenica te beschermen tegen het Bosnisch-Servische leger. Het mislukt. Zo'n 8000 mensen worden in bussen afgevoerd. Maar uiteindelijk komt bijna niemand veilig aan. Ruim 7500 mensen worden vermoord. Ja, een hele heftige tijd moet dat geweest zijn. Ja. Ik heb je al eerder in de uitzending gehad. Hoe groot is die impact nog voor jou, die periode dat je daar geweest bent, die 7 maanden dat je daar gezeten hebt? Dagelijks. Elke dag denk ik nog aan wat er gebeurt. Soms de slechte dingen, soms de goede dingen. Maar elke dag zijn er momenten, dan ben ik weer terug daar. Vandaar ook dat ik regelmatig terugga naar het gebied. Zeggen mensen wel eens van ja, ondanks dat het slechte wat er allemaal gebeurd is. Maar het voelt nu wel goed om daar te zijn, om daar weer terug te zijn in het gebied waar het eigenlijk allemaal gebeurd is. Maar is dat al omdat je dan nu daar misschien wat kunt doen of misschien wat kunt toevoegen omdat je toen echt niks kon? Jullie stonden er eigenlijk gewoon zonder mandaat, hè? Je kon niks ingrijpen. Nee, we konden daar toen niks doen. Kijk, en ik heb wel eens gezegd van wat ik toen als militair niet kan, kan ik misschien nu als burger wel. En dat had natuurlijk al met de stichting te maken. Ja, goed, dan komt nu het waterprobleem daar nog eens een keer bij. En vind ik gewoon dat het hier te snel uit de media gegaan is, want het probleem is daar echt ontzettend groot. En er wordt hier bijna niet meer over gesproken. Dus ik, ja... Maar komt dat dan... Ik wilde weten of je dat dan uit schuldgevoel doet, want je kon er niks... Want je kan er immers niks aan doen, dus het was niet jouw schuld. Nee, ik kan er niks aan doen, maar ik ben in de tussentijd wel van het land gaan houden, ik ben van de mensen gaan houden en ik zie nou gewoon wat daar aan de hand is. Ik zie hoeveel leed daar die mensen weer hebben en... Hoe goed het wij het hier in Nederland hebben. En als ik dan iets voor die mensen daar kan betekenen, dan doe ik dat graag. Maar speelt schuldgevoel daarin een rol? Ja, daar kan ik geen antwoord op geven. Misschien wel. Maar ik ben er toen wel heen gegaan om daar hulp te verlenen in 1995, om daar iets te doen.
En ja, goed, met de 400 militairen waar we mee overgebleven toen, ja, viel er weinig te doen. Ja. Dus misschien is het wel een stukje schuldgevoel. Maar wat ik bij jou vooral heel erg hoor, en ik sprak je ook even voor de uitzending, is die enorme betrokkenheid bij dat land. Is dat iets wat je bij andere oud-Dutchbatters ook terugziet? Nou, ik ben zeker niet de enige die daarmee kampt, die daarmee bezig is. Er zijn er echt heel veel. Niet alleen Srebrenica-gangers, maar überhaupt mensen die in Bosnië gelegerd zijn geweest in de jaren 90. Zijn er heel veel die daar iets mee hebben. Ja. Je hebt daar nu een project voor opgezet. Ja. Wat is de naam ook alweer? Building a Bosnian Dream. Building a Bosnian Dream, ja. Een Bosnische droom bouwen. Op welke manier geef je daar invulling aan? Wat doen jullie met die stichting? Nou, wat wij gewoon proberen is daar mensen, en dan even buiten het watersnoer om nu. We hebben gewoon gemerkt dat mensen geen dromen meer hebben daar. Iedereen in Nederland, we hebben allemaal dromen en niet alle dromen komen uit. Maar daar zijn mensen gewoon gestopt met dromen. En staan 's morgens gewoon op en ze gaan 's avonds naar bed en dat is hun leven. Want alle dromen zijn afgepakt in de jaren 90 van de oorlog. Ja. Nou, wij proberen heel kleinschalig daar een kleine invulling aan te geven. Mensen die een droom hebben. We hebben daar een huis op geknapt van een vrouw. En weet ik wel, die vrouw zal daar op die plek nooit gelukkig meer worden. Maar we hebben wel bewerkstelligd dat zij nu sinds anderhalf jaar elke dag, 's morgens als ze wakker wordt, eerst naar de straat loopt en naar haar huis kijkt. Omdat die nu gewoon af is. Iets om trots op te zijn weer. Ja, iets om trots op te zijn. En als wij dat gevoel aan mensen kunnen geven, hoe kleinschalig dan ook, dan vind ik, moet ik dat doen. Ja. Hebben wij daar een heel verkeerd beeld bij dan? Want ik denk dat, jongens, het is bijna 20 jaar geleden. Ja. 20 jaar na de Tweede Wereldoorlog stond Nederland er alweer plat gezegd heel mooi schoongepoetst bij. Het was allemaal wel weer keurig voor elkaar. Maar daar niet. Daar is het heel anders? Nee, daar is het echt heel anders. Staat het dan gewoon als ruïnes? Er leven nu nog steeds mensen gewoon in vluchtelingenkampen. Er zijn dorpen waar nog wel gedeeltes van huizen staan. Wel helemaal kapotgeschoten, maar gewoon, waar gewoon niemand meer woont. Waar vroeger gewoon 20 huizen, 20 boerderijen stonden. Waar mensen gewoon ooit gelukkig zijn geweest. En dat staat al 20 jaar staat het daar en is het overgenomen door de natuur. Ik kan er gewoon niemand meer terug. Nee. Dat zie je daar gewoon heel veel. Komt het volgens jou dat er te weinig aandacht voor dit verhaal is? Voor het water wat er nu speelt? Voor wat jij meemaakt en de Dutch bouwen en betters en dat soort dingen? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Misschien heb ik dat gevoel ook wel. Omdat ik daar gewoon heel betrokken bij ben en dat ik het zo graag wil. Je bent niet de enige. Nee, ik ben zeker niet de enige. En ik denk dat iedereen die daar geweest is in de jaren 90, of tenminste heel veel, toch bepaalde ervaringen daar hebben opgedaan. En dat is ook nooit goed verwerkt. Ik bedoel, er is natuurlijk ook weinig hulp geweest vanuit Defensie bij terugkeer. Dus ja, het blijft gewoon spelen. Ja. Maar het klinkt mij ook wel heel heftig in de oren om er nog zo mee bezig te moeten zijn. Ja, maar heel goed, ik vind het heel mooi dat je het op die manier omzet naar iets goeds doen. Maar het klinkt op een manier ook wel heel heftig als iets wat je heel erg in zijn greep heeft of zo. Nou ja, goed, wat ik zeg, dagelijks ben ik ermee bezig. En de laatste tijd, 2 weken geleden sinds ik terug ben, ben ik er alleen maar meer mee bezig. Omdat ik daar gewoon iets voor die mensen wil gaan doen. Ik wil gewoon, we hebben best heel veel goederen al toegezegd gekregen. En nu is het gewoon echt vervoer. We moeten transport hebben om dat spul die kant op te brengen. Dat is het probleem nu, hè? Je hebt toch heel veel bij elkaar? We hebben echt heel veel bij elkaar. Alleen het transport is het grootste probleem. Kijk, en we zijn maar een kleine stichting, dus weinig geld. Dus we moeten echt... Het grappige is, jullie zijn niet de enige met dat probleem, Marijke. Ja. Vandaag was ik even aan het googlen wat er verder dan allemaal gebeurt. Ik kwam bijvoorbeeld helpbosnië.nl tegen, maar ook het Rode Kruis is nu geld aan het inzamelen om dit allemaal om hulp te bieden in Bosnië. En eigenlijk heeft iedereen al heel veel spullen, maar zit er nog een groot probleem inderdaad in transport. En dan vroeg ik me af, werken jullie daar ook in samen? Gaan jullie samen zorgen dat er Ja, we werken samen met helpbosnië.nl. Okay. Dus daar hebben we ook heel veel contact mee. Met die mensen ook van wat is noodzakelijk om nu in te zamelen en wat moeten ze, als er dan eens een keer een busje, een vrachtwagentje is, wat moeten ze eerst die kant op? Nee, ik zou zeggen, je zit hier nu top, pak even je momentje, neem die camera en doe een oproep. Ik hoop dat er iemand kijkt met een transportbedrijf of een couriersbedrijf die wat busjes of vrachtwagens stil heeft staan en wil helpen. Wat concreet, hoeveel heb je nodig? Heb je 2 vrachtwagens nodig? Heb je 4 bussen nodig? Ik ben met alles blij. Als er 10 vrachtwagens zijn, ben ik super blij. En is er 1 vrachtwagen en 1 beurs, ben ik gewoon blij. Maar dan hebben ze genoeg spullen om erin te stoppen? We hebben genoeg spullen om dat spullen maar goed te maken. Maar dan denk ik, waar zit het probleem dan? Is het dan dat je het uiteindelijk daar vastrijdt omdat het inderdaad gewoon 1 grote watervlakte is? Of kun je het gewoon niet geregeld krijgen hier? Waar zit hem dat dan in? Het zit hem gewoon in het geld. Ik bedoel, voor onze stichting is het gewoon niet te behappen om een transportbedrijf te vinden. En betaald dat vervoer te gaan regelen. Ja.
En dat is ook iets, ik wil gewoon eigenlijk dat alles wat wij gewoon binnenhalen, dat moet naar die mensen toe. Er moet niks blijven hangen in strijkstok. Dat gebeurt al 20 jaar daar in het land, er blijft er veel te veel hangen. En ik wil gewoon graag dat alles wat we krijgen, dat het ook, dat moet naar die mensen toe. Laten we hopen dat iemand kijkt die jullie initiatief gaat steunen. Die moeten snel mogelijk weer daar hun leven opgebouwd kunnen krijgen. Okay. Heb je een moment genomen, heel goed. Dank je wel.